Luister, welkom allemaal. Vandaag speciale conditioning training. Dat betekent dat we niet binnen een uur klaar gaan zijn. Gaan we wel even sturen waarschijnlijk. We gaan bezig zijn met de staircase challenge. En basically wat we vandaag gaan doen is alle grote en dunne of grote of brede trappen van de stadset gaan we opdrachten doen. Allemaal. Op een kaart staat een opdracht, dan gaan we dobbelen. Dat getal doe je keer 16. En dat bepaalt dus hoe lang we die opdracht gaan doen. Voor example, de max zou zijn de trap oprennen. Oprennen en afrennen. Kom naar beneden, zeg 1. En als we dan zeg maar 16 keer het getal van de dobbelsteen gedaan hebben, zijn we klaar met de opdracht. Move on to the next staircase. Simpel, denk ik. Heel simpel. Goed, voor nu even een klein warm-upje. Dus ik zeg, volg mij maar eventjes. Gaan we even kijken. Goed. Dat wordt. Oké. De opdracht wordt full range of motion, jump and squat de trap op. Zes. Ja. Oké, wie kan zijn hoofd rekenen? 96. Dus als je omhoog bent en naar beneden, tik je de paal aan. Zeg je 1, 2, 3, 4, tot en met 96 zijn. Dan zijn we klaar, spullen pakken en de volgende. Let's go, actie! Oké, we moeten zo meteen handen en voeten omhoog. En dan rennen naar beneden terug. En de mensen die sowieso wat meer uit kunnen, moeten we achteruit doen. Wacht, ik ben klaar, kom maar hier mee. 5. 80 keer, staan we mannen over de trap op. Let's go! 80! Gewoon rennen. 6. 3. 3 keer 16. 48. Jullie gaan die kant op. Jullie gaan die kant op. Yes. Let's go. Actie. En 1. En 2. 21. 22. 23. 34. 34. 35. Hi, kom op adem. Pak je spullen. Trap 3 uitgespeeld. Ga naar trap 3. We hebben de warming up gehad, hè? 6. 6. Hey. Voor de volgende opdracht doen we plyo jumps. Dat zijn uitsprongen die als eerste gedaan hebben, alleen dan helemaal doorstaan niet meer. Gewoon. Spring je met twee voeten boven. Je mag zelf bepalen of je kleine sprong doet of grote sprong doet. Oké, let's go! Actie! Mag ik hier omhoog? Ga eruit! Hop! Kom op, ga door! 94. 95! Drie kastje dat wil. Volgende kastje. Karin. Dobbele. 6. Dat vond je erin bij. 6. 5. 5 is goed. 5 is goed. We gaan zo meteen apenloop doen. Apenloop is dit. Zijwaarts omhoog. Als je niet kan springen, dan blijf je gewoon stappen. Doe hem helemaal omhoog. De trap waar we naar beneden gingen lopen weer. Dan lopen we beneden en kan sluiten die aan deze kant weer af. Dus, let's get going. 80 is het getal. Let's go. Even 7 en klaar! 80! Backflip! Sorry! Sprint omhoog en dan jog je gewoon rustig je eigen tempo weer terug. Ja? Oké, let's go!
Doe adem nemen, ga even een sprint nemen, want we moeten gewoon rennen. Maak hem af, maak hem af! 80! Kom op, maak hem af! Jullie moeten even maken. Okay. Kom. Dat kan alle trappen die we tegenkomen, gaan mijn monkje omhoog doen. Dat betekent dat we zometeen, behalve de achtste trappen pakken we niet mee. Dus zometeen beginnen we weer, ik moet gewoon de kop maken, zometeen ga je trapje af. Trapje op, monkies, dan af, stop, trapje af, trapje op, trapje naar beneden, diagonaal, trapje heen, op spot en dan eindigen we hier. Hier moet je niet verdoppeld. Voor je neus, op spot. Let's go! Dus voor, zijn vaartje omhoog. Is het mond op blad? Yo! Kom op een eentje, kom op. Piggyback! 48 keer, let's go! Aan de slag, piggyback ride! Een paar daar zo en een paar daar, let's go! Ja, het is heel rustig. Ja, beast jongen, beast! Oh, nee. Oké, doe de laatste, ja? Gaat hij even? Ja, nog eentje bij dan. Jawel, eentje, Christian mag dat doen. Zes. Twee is, jongens. Dit is de Hagenisselo. Dat is. Schot van het perfecte voordoen. Dit is een man met push-ups. Wie? Dat is schotje 1.